In Afghanistan gingen ze als eerste naar binnen om hun gebied veilig te stellen, zodat daar een basis voor de Nederlandse troepen kon worden opgebouwd. In Mali deden ze verkenningstochten om te zorgen dat VN-soldaten veilig hun werk konden doen. Alle commando's zijn getraind voor 3 speciale operaties. 1. Verkenning. Het verzamelen van informatie over vijandig gebied. Wat zijn belangrijke doelen? 2. Offensieve acties. Aanvallen dus. Vijanden uitschakelen, mensen bevrijden, maar bijvoorbeeld ook wegen en bruggen saboteren. En 3. Het ondersteunen van buitenlandse of eigen militairen bij onder andere evacuaties en het geven van trainingen. En dat is wat ze nu in Irak doen. Ze trainen Iraakse troepen die vechten tegen IS. De commando's werken in kleine ploegen. Zo'n ploeg is extra getraind voor waterrijk gebied, bergrijk gebied of als parachutist. Elk lid, operator heet dat, heeft een eigen specialisme. 1. Sniper. Deze sluipschutter is goed gecamoufleerd en kan doelen raken op zo'n 2 kilometer afstand. 2. Demolitie. Met kleine explosieven opent hij gebouwen of schakelt objecten uit. Ook kan hij explosieven onschadelijk maken. 3. De medic kan snel gewonden behandelen. En 4. Communicatiespecialisten houden contact met het hoofdkwartier, hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn. De commando's worden veel vaker ingezet dan we weten. Maar de meeste missies blijven voor altijd geheim.